We moeten meteen gaan. Ik moet op tijd voor werk zijn. Anna, trek alsjeblieft een korte broek aan. Het wordt behoorlijk warm vandaag. Goed, ik ga mij omkleden. We kunnen beter 2 grote handdoeken meenemen. Mama, mag ik de rok dragen? Ja, natuurlijk. Kunnen we nu gaan? Ja, we hebben alles ingepakt. Ja, ik heb alles. Zo, dan ga ik mijn collega's aflossen. Oké, mama. Hallo. Ah, hallo Nicole. Vanochtend was het lekker rustig op het strand. Jouw dienst kan het wat stressvoller worden. Ja, ik ben bang van wel. Maar ik zal mij zeker niet vervelen. Mama, we zijn omgekleed. Super, papa moet jullie nog insmeren. Oké, dat doe ik. Zo Nicole. Tot ziens, fijne middag. Dankjewel, jij ook. Oh, ik moet daar snel naartoe gaan. Sorry jongens, jullie kunnen hier niet aanleggen. Boten moeten naar de andere kant. Nou ja, goed. Ah, daar is de vrouw met de baby van de vorige keer. Hallo! Ah, hallo! Hoe gaat het met de baby? Goed, bedankt. Alles is in orde. Gelukkig maar. Veel plezier nog. Dankjewel. Mama, ik ben in het water. Geweldig, Lena. En ik ook. Ja, leuk. Hallo, waarom huil je? Ik kan mijn mama niet meer vinden. Oh, ik zou je helpen met zoeken. We zullen haar vinden. Ik ben de strandwacht. Kom maar mee naar mijn toren. Hoe ziet jouw mama eruit? Ze heeft lang bruin haar. Oké. Is ze misschien daar? Nee. Oké, laten we verder zoeken. Kijk, is ze daarachter? Ja, dat is haar. Mama! Oh, mijn kleine meid, ik heb je overal gezocht. Ik was zo bezorgd geweest. Ah, dan is alles weer goed. Hallo. Hallo. Zijn dit jullie flessen? Ja, waarom? Wil je ze alsjeblieft in een glazen container bij de kiosk weggooien? Voordat iemand gewond raakt? Moet ik het nu doen of wat? Jazeker. Oh, wat een stress, hé. Zo, alles oké bij jullie? Ja, en bij jou? Ook, maar er is veel aan de hand vandaag. Mijn dochter is gestoken door een bij. Kun je haar helpen? Natuurlijk, kom maar naar boven. Zo, laten we eens kijken. We moeten de angel eruit trekken. Maar dat hebben we zo gedaan. Hallo, hallo. Mijn portemonnee is gestolen. Oh, even geduld alsjeblieft. Ik kom er zo aan. Zo, en nu kun je voet het beste koelen. Hallo, hallo. Mijn geld is gestolen. Bij mij ook. Mijn hele portemonnee is weg. En mijn complete handtas is verdwenen. Oké, een moment alsjeblieft. Ik zal mijn leidinggevende meteen informeren. Ik heb nog een tip. Pak een kubus suiker bij de kiosk. Doe er een beetje water op en druk het op de prikpunt. Dat helpt. Dankjewel. Graag gedaan. Mike, Nicole hier. Nicole, wat is er? Op het strand wordt er gestolen. Verschillende badgasten zijn beroofd. Dat hoort niet bij ons werk. Ik zal onmiddellijk commissaris Overbeck bellen.
Ha, ja, dat is trouwens mijn broer. De volgende keer zal ik hem zelf bellen. De politie zijn onderweg en zij gaan dit onderzoeken. Wat is er aan de hand, mama? Er zijn dieven op het strand, maar Martin is onderweg. Hé jij, wat doe je daar in die tas? Dat is mijn tas. Ik ga er iets uithalen. Dat kan iedereen zeggen. Martin, die man zit echt daar. Wat een onbeschaamdheid. Hier heb je ook geen rust. Hallo Martin. Ah, hallo. Kom, je kunt vanaf hier het strand bekijken. Komt in orde. Dat is grappig. Aha! Krijg nou wat, Manny Mutsen? Die werkt toch niet als een gemeentemedewerker? Ik heb je, Manny. Wat? Overpik! Laat eens zien wat voor moois je in die zakken hebt, Manny. Aha, dat verklaart een hoop. En nu pak ik je handlanger nog. Handen achter de rug. Kom jullie twee. Wat zit er in de vuilniszakken? Daarin zitten de gestolen portemonnees en zakken. De dader heeft het gestolen en in de prullenbak gestopt. En Manny haalde het op. Oh, wow. Iedereen die beroofd is, kan het melden bij commissaris Overbeck op de toren. Lieve kinderen en lieve Playmobil-kijkers, ik hoop dat je de video leuk vond. Als je de video leuk vond, dan zien wij graag de duimpjes omhoog. En als je zin hebt in meer, dan kan je hierop klikken voor meer video van ons. Je familie Huizer. Doeg!